grappie? Nee. Nee? Eentje? Nee. Nee? Alsjeblieft. Zo heel lekker. Ja, mama. Ja? Ik heb op papa gehad. Ja. Klein stukje toch wel? Oh, zo lekker. Zo, ik ben net wakker, ik zie eruit. Lijkt wel The Walking Dead. Good morning, mijn liefde. Wow. Lekker geslapen? Niet? Ja. Ik ga even ontbijt maken. Ik zit nu in de auto met de bak en we gaan nu een kerstboom halen. Ja. We zijn eigenlijk best wel laat een kerstboom gaan halen, want... Oké, wat wil deze nu? En... Waar gaan we die halen? Nee, het tuincentrum is dat ook hier. Dus we gaan een echte boom halen en dan gaan we versieren en dan kan onze kerst ook beginnen. Dus ik ben super benieuwd. Ik heb een paar dagen geleden heb ik mijn lippen op laten vullen bij Liquid Beauty. 0,4. Zit er nu in. Dus ze hebben dat hartje aan de bovenkant hebben ze een beetje iets meer omhoog gebracht. En aan de onderkant hebben ze hier zo iets bij gedaan aan de onderkant. Dus nu is het super mooi. Super blij mee. Ik ben heel erg blij met Natasha. Dus dat vind ik very amazing. En nu gaan we even een boom halen. Heb je zin in kerst? Super veel. Dit is wel onze eerste echte kerstzon dat we corona hebben. Vorig jaar hadden we corona. En daarna hadden we het heel erg druk op mijn huis. Dus dit is onze eerste echte kerst dat we echt ervan kunnen genieten. Echt kerst kunnen vieren. Dat is hetzelfde jaar toch? Hè? Vorig jaar. Ja. Toch? Vorig jaar. Hetzelfde jaar. Ja. Als corona en... We hebben maar één kerst gehad, ja. Snap je wat ik bedoel? Of valt het kwartje niet helemaal? Ja, ik denk dat je bedoelt... Vorig jaar waren we ziek. Ja. Hadden we corona. Ja. Ja. Proefden we niks. Ja. Was niet zo leuk. Oké. Ja. Dus we hebben maar één dagje een beetje een soort van kerst gevierd. Ja. Ja. Daarna moesten we 5 januari mijn huis uit. Ja, oké. Ja. Dus dit is onze eerste kerst in ons eigen huis. Ja, duidelijk. Ja. Duidelijk. Samen. Ja. Romantisch. Romantico. Snap je het? Ja, ik snap het. Oké. Nou, dus dit is onze eerste echte kerst waar we met z'n drietjes van gaan genieten. Super amazing. En ja, we hebben er echt heel veel zin in. Alleen we kunnen niet uit eten. We gaan ook niet in de middag eten. Maar ik ga gewoon nog even kijken wat ik met eten doe. En ik kan zelf natuurlijk ook heel goed koken en hebben bak. Dus anders doe ik wel een hele grote burden. Hoe noem je dat? 5 gangen. Kerstbomen. Kerstbomen. Oh, hier staan hele grote. Volgens mij. Ik wil zo'n hele grote. Hoe ga je die? Wel een mooie. Ik wil gewoon een hele grote. Even keren. Kijk hier. Deze is wel groot, hè? Of vind je die niet mooi? Maar dan moet je eigenlijk met deze... Die is heel breed. Aan de onderkant. Deze is... Je hebt ook deze nog, hè? Nee. Maar die is toch klein? Maar hij is wel mooi. Maar ik vind deze mooier.
Die ernaast. Hé? Hey? Je moet hem gewoon neerzetten. Ja, maar hij valt het om. Zo. Welke? Ja, maar we hebben toch ook een hoog plafond? Maar ik wil hem even recht zien. Niet in mijn haar. Ik vind deze mooi. Je bent een kabouter man. Schatje. Doen, doen, doen. Zo moet je hem alleen niet trekken, hè? Moet hem wel zo tegen de richting in. Anders gaan die takken kapot. Ik ga vanavond met mijn kontje op die piek zitten. Oh, wat is dat? Hij past er niet helemaal in. Zie je dat niet? Wat? Zodat dat die kapot is. Dat zat in de boom, schat. Oké. Nou. Ja, nu? Moet ik erbij gaan zitten? Nou, dat mag gewoon van. Die boom gaan. Moet ik naar binnen krijgen, hè? Ja, die boom krijgen we wel naar binnen. Moet je een handbuitje maar steken? Ja, dat ga ik doen. Kun je niet alleen doen? Nee, ik ga je helpen. Nou, we hebben de kerstboom gehaald. Hij ligt achterin. Hij is super groot. Mijn bak is een beetje boos op mij. Maar ja, hij was 70 euro. En nu nog maar 39 euro. En die andere boom was 25. En die boom 25 was een hele kleine boom. Maar al was hij alsnog 70 euro. Want ik heb hem nog steeds genomen. Want ik heb een plafond van 4 meter. En als je een plafond van 4 meter hebt, dan heb je toch bijna nooit dat je zo'n grote boom kwijt kan. En ik wel. Dus, ja, ik wil gewoon een grote boom, echt zo'n Amerikaanse kerstboom. Met lichtjes en kerstballen, so very amazing. En we moeten ook nog sneeuwspuitenbus hebben, schat. Die moeten we bij de Action kopen, denk ik. Om de boom wit te spuiten. Want ik wil hem wit hebben. Of geen groene boom. Vind ik lelijk. Oh, je wil hem eerst wel helemaal wit spuiten? Ja. Jingle bell, jingle bell. I love you, hè? Babak houdt allemaal niet van, maar als de boom dadelijk staat en het is super gezellig in huis en de boom ruikt lekker naar kerstboom, naar kerst, dan denk ik, oeh, zo lekker met mijn kontje op de bank, lekker kerst, kaars aan, helpjes, zo gezellig. Zo gezellig. Nou. De boom is te groot om in dat ding te doen. Kijk, hij is veel te groot. Oh my god. Heftig. Ah joh. Ik wou hem gewoon. Wat ga je ermee doen? Je hoofd eraf zagen. Ga je de onderkant eraf zagen? Moet er nu wat onder, dat je niet in de vloer zaagt? Nee, dat doe ik niet. Mooi zaagje. Ja, was niet nodig geweest als we een stukje kleiner hadden genomen. Je hebt wel geen kleine boom. Nee, je hebt een normale boom, je hebt een kleine boom, je hebt een grote boom en je hebt een mega grote boom. En wat heb ik?
Ja. Maar dat komt toch ook omdat wij gewoon mega veel liefde hebben? Oh, ja, mega, je hebt hem vooral overdrijven. Lily vindt het achterlijk. Lily vindt het leuk. Lily denkt, wow, wat is dit? Kijk als je kijkt. Zo zielig. Lily is allergisch voor kerstboom. Oh, Lily. Oh, Lily. Zo zielig. Wat vind je ervan? Baby Poes. Oh, Lily. Zo lieve baby. Kijk eens, kijk. Oh, zo lief. Lily. Goeie sportschool training voor je arm. Beweegt die zo'n boom is. Oh, hij staat. Mega groot is die. Echt heel mooi. Ik ben zo blij. Naar Naaldwijk. We gaan eventjes snel daarheen, want vanavond komt de persconferentie en die gaat waarschijnlijk zeggen dat alles dicht moet. Dus we moeten wel even alles gehaald hebben, tenminste alles. We kunnen nog wel best wel veel bestellen, maar ik denk dat dat niet echt snel op tijd binnenkomt. Dus vooral even spulletjes voor die kleine halen. Wel gewoon cadeautjes onder de kerstboom heeft. Dat is het belangrijkste. Van ons komen de spullen vanzelf wel binnen. En al is het voor kerst, is het wel voor nieuwjaar. Dus dat komt wel goed. En ja, ik wil niet echt hele bijzondere grote cadeaus. Dat is niet nodig. Ik wil gewoon voor die kleine gewoon veel cadeautjes kopen. Dat vind ik het belangrijkste. Dus ja, dat zijn we nu even snel aan het halen. Dan, ik moet ook nog 2 kerstverlichtingen hebben voor in de boom. Want ik heb natuurlijk bijna een boom van 4 meter, dus die is super hoog. En ik heb maar 1 keer kerstverlichting. En nog even een beetje kerstversiering misschien. Bij extra kerstballen. En ik moet ook kerstballen haakjes hebben, schat. En ja. Dat is het eigenlijk wel een beetje. Dus we gaan nu opschieten en ja, even van alles halen. En cadeaupapier en plakband. En ik heb nog allemaal wat dingen over van de kerstboom, allemaal takken en zo. En dan ga ik daar allemaal kerststukjes van maken en zo met kaarsjes. En heel leuk met kerstballetjes erin voor bij de kozijnen en voor op tafel. Dus we zijn nog wel even bezig. Zo, nog even snel de laatste dingetjes halen. Heb je stress? Huh? Intertoys mochten we gelukkig wel naar binnen nou. Zo. We hebben allemaal cadeautjes gekocht voor Eli. Super veel cadeautjes gehaald. En we hebben voor Lily ook echt een leuk kerstcadeautje gehaald. Een hele mooie kattenmand. Een roze. Met een speeltje erbij. En een zak vol met visjes. Echt super leuk voor de boom. Onze lieve Lily. En voor elkaar hebben we ook leuke spelletjes en dingetjes gekocht. Toch nog een beetje kerst voelen. En we hebben ook een aantal dingen besteld. Dus de boom ligt dadelijk al redelijk onder. Vol. Toch? Superleuk. En nu moeten we snel naar de intratuin de verlichtjes halen. Want aangezien alles dicht gaat, moeten we dat echt even hebben. Sneeuwspuitbus. Maar ik heb hem een beetje ondergespreid. Maar één was op. En die andere deed het niet. Een nieuwe. Dit heb ik even nieuw gehaald. En deze even bij. En hier heb ik nog allemaal oude ballen. En hier heb ik ook nog heel veel ballen. En dit zijn allemaal jurkjes voor in de boom. Echt heel erg leuk. Echt heel schattig, kijk. Is echt heel lief. Allemaal van die jurkjes. En veren en dingetjes en bloemetjes. Vogeltjes, vlinders, witte veren en roze veren. En alles wit, zilver, een beetje paarsig, roze. Ja, van alles wel wat. IJsvogeltjes. Glazen rendieren. Oh, die is van glas.
Deze vogeltjes allemaal. Echt heel leuk. Hier zijn ook nog glazen ballen. Hier ook nog. Oh, deze ook echt heel schattig. Van alles wel wat eigenlijk. Hele leuke dingen. Hier heb ik ook nog stenen sterren. Ah, deze zijn ook nog heel mooi. Ah, cadeautjes. Ook van die cadeautjes. Klompjes. Echt heel veel. Dus deze kleuren worden een beetje mijn boom. Echt heel erg leuk. Echt veel zin in. Heb ik ook... even kijken. Een nieuwe lichtjes. En ik heb deze ook gekocht. Voor mijn kerststukken. Met van die potjes ertussen. Ja, Lily. Jij mag even niet naar binnen. Dat is gevaarlijk met alle stofjes en dennennaalden. En sneeuwspray. Dat is chemisch. Ja, echt zielig. Maar het mag even niet. Ja, maar het mag even niet. Oh. Is hoe leuk. Dit is toch super gezellig. Zo. Dan hebben we daar lekker open haartje. Een mooi kerststukje. Mooie olifantjes. En een prachtige boom. Is toch super leuk. En hebben we hier even een romanticus, een borrelschaaltje en borreltjes, lekker een flesje wijn. En morgen gaan we de cadeautjes inpakken, de rest om het eronder te leggen. Heerlijk. En ik ga nog eten maken. En dan gaan we ook nog lekker eten en we gaan lekker een filmpje uitzoeken. Ben je blij? Je bent kapot, hè? Zo, ik ga even een zalm in de oven doen. Hier is een hele dikke zalm. Ik hou ervan. En die gaat even 18 minuutjes à 20 minuten in de oven. En dan is het klaar. Babak gaat iets bestellen, want Babak heeft geen zin in vis. Die wil lekker sperps eten. Dus die gaat sperps bestellen. Op wat proosten dan? Zeg jij maar. Op nieuwjaar. Liefde? Belichte. Veel lichter in nieuwjaar. Ook in dit jaar nog. We zijn nog niet bij. Zo, deze wel zeer bedrijvig. Zo. Heel lekker.
Ik ben echt blij mee. Echt een mooi huisje. Alles is gewoon top. Alles klopt. Alles hoort. Echt blij mee. Ik ga morgen de cadeautje inpakken. Ik heb Elijn uit bed gelegd. Maar ja. De cadeautjes maakt hij open onder de boom. Dus ik weet nou niet zo goed wat ik moet doen. Of ik nou de cadeautjes eronder vandaan moet halen. Of hij laat het gewoon met rust. Ja, dat doet hij niet. Dus ik ga morgen zijn cadeautjes allemaal inpakken. Er liggen wel 2 cadeautjes onder. Maar dat vond hij al moeilijk om niet aan te raken. Dus ik ga morgen die andere cadeautjes inpakken. En leg ik het eronder. Maar als het echt niet gaat, dan doe ik ze gewoon in mijn slaapkamer wegleggen. Tot het kerstavond is. En dan gaan we toch alles openmaken. Maar ja, we hebben wel echt mooie cadeautjes gehaald. En de kleine zal het echt wel leuk vinden. We hebben echt leuke dingen voor hem gehaald. Ik denk dat hij echt blij is. Ik ben benieuwd. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Voor de mensen die willen weten waar ik mijn olifant vandaan heb. Deze heb ik bij Decoramore op Instagram. Dus daar kunnen jullie die bestellen. Ze zijn echt super mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee. En olifant betekent ook rijkdom. Dus vandaar dat ik ook gewoon zo gek op olifanten ben. En olifanten zijn heel slim. En olifanten houden heel veel van hun familie. En olifanten zijn gevoelsdieren. Dus daarom hou ik van olifanten. Ja. Het was wel even een dagje dit. Maar wel echt super leuk. Ik ben blij dat het er weer op zit. Heerlijk. Hij is klaar. Zit je nou gewoon mijn vis te eten? Te stelen? Ja. Dat krijg je toch niet op. Ik help je maar. Lekker slapen. Wij hopen dat jullie onze video leuk vonden. Oh, dan heb je omhoog. Reactie en vragen onder. We zien jullie wel eens een nieuwe vlog. Slaap lekker.